Egyptenaar Mohamed Barakat runt een belhuis in de Haagse Schilderswijk. Hij heeft het de afgelopen dagen erg druk gehad vanwege de situatie in Egypte. Veel Egyptenaars komen naar ons toe om te vragen hoe en wat. De eerste dag was helemaal geen communicatie. Die mobieltelefoons was uitgezet in Egypte door die government zelf. Geen enkele verbinding tussen Nederland en Egypte gehad. Maar veel Egyptenaars was hier. Gelukkig hebben de meesten toch contact weten te krijgen met familie in Egypte. Mohamed zelf ook. Voor mijn familie is echt een gevaarlijke situatie nu. Dus die oude politieagenten, zeg maar, komt met messen. Dus kan ik niks aandoen voor mijn familie nu. Ik zit hier gewoon en kan ik niet naar Egypte ook. Heeft u al contact met ze gehad? Ja, tuurlijk. Elke dag. Kijk eens onder mijn ogen, is de hele nacht via die telefoon. Als oplossing voor het probleem in Egypte ziet Mohamed maar één uitweg. Idris Mubarak moest weg. En democratische systeem gaat worden daar. Anders gaat het niet lukken. Maar een andere groep Egyptenaren, de Koptische christenen, maakt zich juist zorgen dat het vertrek van Mubarak tot gevolg heeft dat andere groeperingen, zoals de Islamitische Broeders, de macht overnemen. Nu is het eigenlijk de heer zorgen over de broeder, die islamitisch gebeuren, die willen de land houden en de macht houden. Dan is het woord net zoals Iran en dan gaan gewoon alles kapot. Christen en moslim. Wat moet er nu gebeuren? Wat nu gebeurt, moet eigenlijk gebeuren dat gauw een beslissing komen met een hele andere regering en een hele andere president. Maar wie weet ik nog niet.